Na John F. Kennedy en Nelson Mandela krijgt ook bondskanselier Merkel de Four Freedoms Award. Een prijs voor echte vrijheidsstrijders. Oppokken! Waarom ben je hier vandaag? Hier verderop is het feestje van de elite bezig, die zichzelf prijzen toekent. De elite viert een feestje en dat op onze kosten. Ja, ik vind dat gewalgelijk. Iemand die niet voor vrijheid zorgt, heeft geen recht op een vrijheidsprijs. Prijs van volksverrader. Prijs van volksverrader. Het is alle volk eerst, eigen volk laatst. Wat voor sticker heeft u op uw blouse? Weg met Merkel. En waarom weg met Merkel? Merkel is, ik noem dat een Stasi-wijf. Wat heb je bij je? Merkel die zegt, je zus wie geitenneuker en hier zie je de geitenneuker aan het werk. Wat vind je er nou van dat zij een Duitse komiek laat aanklagen door Erdogan? Ja, dat toont weer allemaal aan dat ze ook weer op de knieën gaat, plat op de buik gaat voor de islamisering van Duitsland. Ze had gewoon voor haar landsman moeten staan en zeggen van dat is kunst, dat is satire. Meneer Erdogan, ik wens u heel veel geluk, maar niet met ons. Ik noem dat de nieuwe Führerin van Europa, ja. Adolfa Merkel. Ja. Wat vind je er dan van dat ze nu Erdogan in die zin eigenlijk zijn gang laat gaan? Nou, ik zal het dan maar ook maar zeggen, deze guitenneuken moet je gewoon niet helpen.